Kleurnetkijkers. Vandaag zijn we hier met Rudy Koen en hij is ortho-moleculair therapeut en voedingsadviseur. Ik weet er nog niks van, maar daar ga ik alles over vragen. Wat is dat? Hi, welkom. Hi Chantal. Een ortho-moleculair therapeut, het is een mond vol, betekent eigenlijk niks anders dan dat ik werk met de ortho, de eigen moleculen, de eigen stofjes, de lichaams-eigen stofjes van een mens, om een toestand van balans, evenwicht, oftewel gezondheid, in het lichaam te bevorderen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan precies? Als iemand bij u heeft dus een praktijk, ja. Dan komen mensen bij u. Zeg maar Rudy hoor, zeg Rudy. Maar je. Ja. En wat gebeurt er dan? De mensen komen bij mij meestal met een bepaalde klacht, of omdat ze eens willen weten wat ik over hun gezondheid te vertellen heb. Wat ik doe is eerst de persoon heel goed aankijken. Kijken wie ik voor me heb. Een handdruk vertelt ook een heleboel. De bouw van het gelaat. De geboortedatum van een persoon. Als ik met zo'n persoon in gesprek kom, neem ik ook de naam op en de geboortedatum. En een van mijn methoden van diagnostiek, of een belangrijke pijler van mijn diagnose, is de HLB-bloedtest. Mm-hmm. En de andere pijler is, of een van de andere pijlers, is de LBA, levend bloedanalyse. Wat houdt dat precies in? Allebei houden in dat je een druppeltje bloed uit de vinger haalt. Ja. Bij de HLB-analyse laat je die druppel bloed drogen. Mm-hmm. En die bekijk je onder een microscoop. Ja. In verschillende vergrotingen. En de structuur, dus de patronen die je waarneemt in een druppeltje gestold bloed, ja, geven heel veel informatie met betrekking tot organen, vitamine, mineraaltekorten, bepaalde gebreken in het lichaam, de aanwezigheid van dingen als ontstekingen, de vrije radicaalbelasting. Mm-hmm. Het is ook weer zo'n moeilijke term, die zal ik straks wel uitleggen. Ja. Je krijgt dus een beeld waardoor het mogelijk is om mensen een advies te geven die op maat is. Mm-hmm. Dus een individueel advies met betrekking tot hun gezondheid. Maar waarom gaat iemand dan niet naar de dokter, bijvoorbeeld? Die mensen die bij mij komen zijn vaak al bij de dokter geweest. Vaak meerdere keren bij de dokter geweest, krijgen in die situatie niet een antwoord naar tevredenheid, mm-hmm, over hun kwaal en zinnige adviezen. Ja. Vaak zie je dat het chemisch onderzoek wat aan bloed gedaan wordt, wordt gelegd naast een norm. Men kijkt naar wat is de norm, wat is normaal voor de gemiddelde mens. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben nog nooit een gemiddeld mens tegengekomen. Nee. Ze bestaan alleen op papier. Ja. Dus dat beeld geeft vaak geen belangrijke afwijkingen te zien, terwijl iemand zich toch doodziek, zwak en misselijk kan voelen. Hoe kan het dan dat u met die theorie dat het dan wel lukt en dat een normale dokter dat niet ziet in het bloed? Wat is daar dan zo anders aan? Omdat ik niet kijk naar de gemiddelde mens. Oh. Ik vergelijk datgene wat ik zie niet met een gemiddeld iets. Ik kijk naar het individu. Mm-hmm. En op basis van jarenlange ervaring en ook de technieken die ik geleerd heb, is het mogelijk om vanuit dat beeld wat ik zie iemand te karakteriseren. Ik kan uit dat beeld aan iemand vertellen. Ik laat me meestal niet direct vertellen wat de kwaal is, maar ik vertel wat ik zie. Ik leg uit wat ik zie. En geef daarbij ook aanwijzingen over, u voelt zich zus of zo, u gedraagt zich zus of zo. U heeft bepaalde kenmerken. Als ik zie dat iemand zijn lever flink overbelast is, dan weet ik dat hij boos is. Mm-hmm. Die vaak geïrriteerd is. Als iemand zijn nieren overbelast zijn, wat ik uit dat beeld kan waarnemen, dan weet ik dat iemand vaak onrustig is, angstig is. Soms moeilijk in slaap valt door piekeren en tobben. Mm-hmm. En op die manier herleid ik het beeld tot iets wat mensen kunnen herkennen in hun gedrag. Ja. Ja, waardoor ja, het duidelijk wordt voor ze dat ik weet waar ik het over heb. Ja. En ze ook geneigd zijn om een advies met betrekking tot voeding. Eet dit of dat, of laat dit of dat uit uw dieet.
Dat wordt dan ook meestal wel opgevolgd. Mm-hmm. Maar hoe ziet zo'n dieet eruit? Wat voor eten is dat? Zijn dat pilletjes of is het echt eten? Ik gebruik al sinds enkele jaren de inzichten die door Pieter D'Adamo, een Amerikaanse arts, zijn te boek gesteld. Die hij weer door onderzoek van zijn vader in handen kreeg. Het bloedgroepdieet. Mm-hmm. En dat mensen met een bepaalde bloedgroep een bepaalde body chemistry hebben. Een bepaalde manier waarop hun lichaam biochemisch werkt. Mm-hmm. En dat is weer de basis waarop je mensen met een bepaalde bloedgroep bepaalde voedingsadviezen kunt geven. Eet dit en laat dat. Mm-hmm. He, als globale richtlijn. Daarbovenop komen nog adviezen met betrekking tot de individuele situatie van die persoon. Heeft iemand last van bijvoorbeeld zijn nieren, dan zal ik zulk voedsel laten vermijden wat belastend is voor de nieren. Ja, ja. Iemand die, waarvan ik in het bloedbeeld kan zien dat hij de neiging heeft tot nierstenen, of bij wie ik in anamnese te weten ben gekomen dat in zijn familie nierstenen voorkomen, zal ik zeggen, wees voorzichtig met spinazie. Want daar zit oxaalzuur in, ja, wat nierstenen kan bevorderen. Maar is het dan puur lichamelijk wat u zeg maar constateert? Of is het ook wel eens dat het echt iets geestelijks is? Of is dat niet te zien in het bloed? In mijn manier van zien is er geen duidelijke scheidslijn tussen lichaam, ziel en geest. Hoe bedoelt u dat? Ze functioneren als een eenheid. Je kunt dat, zolang iemand leeft, kun je het geestelijke aspect en zijn ziel en zijn lichaam niet uit elkaar plukken. Mm-hmm. Je kunt het alleen maar uit elkaar plukken om erover te kunnen denken. Ja. Omdat het verstand, dus dat denken van ons, kan niet met één ding werken. We moeten dingen uit elkaar peuteren om erover te kunnen denken. Ja. Ja. Maar in feite is het een eenheid. Kun je niet uit elkaar plukken. Je kunt niet zeggen van dit is geestelijk en dat is lichamelijk. Ik raad ook mensen aan, want ze worden vaak weggestuurd bij de reguliere geneeskunde met de term, het zit tussen uw oren. Mm-hmm. Ik raad iedereen aan bij wie gezegd wordt, het zit tussen uw oren, degene die dat zegt flink voor zijn schenen te schoppen onder de tafel. Uh-huh. En als hij ouw zegt, het zit tussen uw oren. Yeah. Ja, dat kun je anders doen. Het is toch beledigend? Yeah. Als datgene wat tussen mijn oren zit niet mijn lichaam is, dan ben ik een alien. Mm-hmm. Die grijze prut, die hersenmassa die tussen mijn oren zit, dat is mijn lichaam. Ja. En als ik hierin knijp, of ik heb hier pijn, dan is het daar ook niet zo lekker. Ja. Het is voor mij zo klaar als een klontje. Iemand die zegt, het zit tussen je oren. Dat is... Dus u heeft wel eens mensen die bij u komen, zeg maar, die zich geestelijk zeg maar, niet fijn voelen. U bekijkt het bloedbeeld en het kan dan voorkomen dat in hun lichaam iets niet goed zit. En dan iets met een dieet, voedingssupplementen, dan wordt dat weer een beetje goed gebracht. Ja. En dan kan de psyche natuurlijk bijtrekken, die wordt dan gewoon vrolijker. Er zijn mensen met duidelijke psychische klachten en een psychisch probleem. En iemand die een psychose heeft, mm-hmm, die moet door de reguliere geneeskunde behandeld worden. Ja. Er zijn geneesmiddelen voor, er zijn hulpmiddelen voor, waarbij iemand die een psychose heeft, enigszins geholpen kan worden. Dus dat moet je niet wegstoppen. Nee. Maar iemand die een psychose heeft, zal niet lekker in zijn lijf zitten. Dat wil zeggen, dat lichaam heeft ook problems. Ja. En daar kun je vanuit de orthomoleculaire hoek, de natuurgeneeskundige hoek, met vitamine, mineralen, met fytotherapie, met kruiden. Wat is fytotherapie? Fytotherapie is werken met kruiden. Oh, ja. Met de juiste voeding kun je toch een heleboel doen aan het welbevinden van zo'n persoon. Mm-hmm. Ik denk dat heel goed samen kan gaan. Ja. Je noemde net de term alternatieve geneeskunde. Ik corrigeerde dat in additieve geneeskunde. Deze methode, die orthomoleculaire therapie, de fytotherapie en ook andere dingen als homeopathie, die kunnen heel goed ondersteunend werken waar de reguliere geneeskunde aan het werk is. Maar ziet die reguliere geneeskunde u dan ook als zodanig? Of? In veel gevallen wel. Er zijn nog steeds
artsen die een soort van watervrees hebben door onbekendheid met de principes daarvan. Mm-hmm. Ze leren in hun opleiding ook erg weinig of praktisch niks over voeding. Nee. En men gaat er nog steeds van uit dat je in gewone voeding voldoende voedingsstoffen hebt om te kunnen functioneren. En hoewel er in veel studies is aangetoond dat dat in het overgrote deel van de gevallen niet zo is. Nee. En men heeft Zwitserse recruten onderzocht in het leger, waarbij je toch wel mag verwachten dat de legerprak voldoet aan de standaarden. Die dus iemand de dagelijks aanbevolen hoeveelheden bevat, wat al een belachelijk klein beetje is. Dus wat net genoeg om niet ziek te worden, om geen gebrekziekte te krijgen. En die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid werd op vele gebieden wat betreft mineralen en vitamine niet gehaald. Waar zit dat bijvoorbeeld in dan? Die voldoende? Wat voldoende is, hangt niet alleen af van het soort eten wat je neemt, maar hoe je het verteert. Mm-hmm. En hoe je het naar binnen krijgt. En dat verschilt weer per bloedgroep? Dat verschilt per bloedgroep, maar ook per persoon. Mm-hmm. Dat verschilt ook per situatie. Iemand die onder hevige stress staat, vanwege geluidshinder bijvoorbeeld, die zijn spijsvertering kan verstoord raken. Ja. Door al die irritatie kan zijn maagzuur in disbalans raken en datgene wat hij eet niet goed verteren. Ja. En dan komt hij toch in de tekorten te zitten. Mm-hmm. Iemand die bijvoorbeeld een parasitaire belasting in zijn darm heeft, waarbij dus die darmflora, wat een universum op zich is daar in die darm, als dat verstoord raakt, kun je de voedingsstoffen, ook al werk je ze naar binnen, mm-hmm, niet optimaal opnemen. Nee. En die aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, die al een minimum zijn, dus net genoeg om geen gebrekziekte tentoon te spreiden, als je die al niet naar binnen krijgt, dan gaat de situatie geleidelijk aan spiraalsgewijs omlaag, tot je op een drempel komt waarbij volgens de officiële geneeskunde wel ziekte is. Ja. Maar dan ben je al een flink en verder, vaak 30, 40 jaar verder. Ja, want hoe weet je nou precies of je te weinig tot je neemt? Qua mineralen en dat soort dingen. Dan komen we bij de definitie van gezondheid. Voor de dokter, voor de reguliere geneeskunde, is gezondheid gedefinieerd als aanwezig. Dus iemand is gezond als hij geen duidelijke symptomen van ziekte vertoont. Mm-hmm. Geen duidelijke en waarneembare en meetbare symptomen van ziekte vertoont. Ja. In mijn definitie is gezondheid identiek aan geluk. Iemand die gelukkig is, die is gezond. En dan kan die best een kwaal hebben, mm-hmm, maar is gezond. Iemand die lichamelijk goed in elkaar zit en goed eet, maar de hele dag loopt te chagrijnen, geen plezier heeft in wat hij door de dag doet, geen plezier kan hebben met de mensen om zich heen, niet in staat is om prettige sociale relaties te onderhouden met zijn naasten en zijn dierbaren, met zijn kinderen en zijn vrouw en zijn buurman, die is niet gezond voor mij. Mm-hmm. En kunt u die mensen dan ook helpen? Laat ik zo zeggen, ik kan adviezen geven waardoor die mensen zichzelf kunnen helpen. Mm-hmm. Ik heb niet de illusie dat ik wie dan ook genezen kan. Dat doet moeder natuur al. Ja. Natuur streeft naar evenwicht. Een mens streeft van nature naar de situatie waarin hij zich lekker voelt. Ja. Waarin hij gezond is en gelukkig is. En dat is een natuurlijk streven van elk organisme, van elk systeem zelf. Of het nou dieren of mensen of andere systemen zijn. Dus het streven is naar een evenwichtssituatie. En dat is gezondheid, een balans. Ja. Die maakt dat je prettig kunt functioneren, dat je lekker voelt en dat je de dingen die je doet met plezier kunt doen. Dat je 's morgens wakker wordt met het gevoel van, ja, oké, we kunnen er weer tegenaan. Mm. En dat je 's avonds gaat slapen met het gevoel van, ik ben moe, maar ik heb wat goeds gedaan. Ik voel me lekker met wat ik gedaan heb en tevreden. Dat is voor mij een stukje gezondheid. Wat is nou de meest voorkomende klacht bij u op de praktijk?
De meest voorkomende klacht is vermoeidheid. Chronische vermoeidheid die niet te verklaren is uit de activiteit die mensen ondernemen. Ik kan me wel iets bij indenken, want ik heb ook heel veel mensen in mijn omgeving. Allemaal moe, niemand weet waarom. Ja. Er is niks aan de hand. Het bloedbeeld, het medische bloedbeeld, geeft geen ziekte aan. Dus het geeft die standaard dingen waarnaar gekeken wordt, die geven niet het beeld van iemand die naar de definitie van de geneeskunde ziek is. Mm-hmm. Dus wordt gezegd, we kunnen niks vinden. Nee. Sorry, het is psychisch of zo. Ja. Alsof je psyche ergens anders vandaan komt, een alien uit de ruimte. Ga maar naar het RIAG. En dan gaan mensen naar het RIAG en dan praten ze met een psycholoog of ze gaan naar een psychiater. En die moet constateren dat er ook in dat gebied niet sprake is van een ziekte. Mm-hmm. Dus gaan ze weer terug. En zo gaan ze vaak het kringetje een paar keer rond. En of ze komen via collega's bij mij op een kantoor. Mm-hmm. Iemand die als een kasplantje of een zielig figuur opknapt, zich lekkerder voelt, een zegje kan doen, geen bezwaar heeft om een uurtje over te werken als het moet. Ja. Die zich lekker voelt, zich lekker gedraagt, die valt ineens op. En zegt van, collega's, van hoe kom je daaraan? Nou, bij Kuhn geweest. En het is eigenlijk toch mond-to-mond reclame. Daar moet, moet je het van hebben eigenlijk, hè? Dat werkt het beste. Ja, want je wordt ook wel eens doorverwezen via de dokter? Of gebeurt het eigenlijk weinig? Enkele keer, jawel. Dat komt wel voor. Ja. Dat komt wel voor, ja. Er zijn artsen, er zijn ook therapeuten, psychotherapeuten, manueel therapeuten die ik ken, die bepaalde klachten herkennen en mensen naar mij toe doorverwijzen. Nou, dan moet je daar eens gaan, laat eens naar je bloed kijken. Misschien heb je een parasitaire verstoring waar ze dan niet de middelen voor hebben om dat duidelijk vast te stellen en ook te volgen. Mm-hmm. Het mooie van die bloeddiagnostiek is dat je de verandering eigenlijk op de voet kunt volgen. Ja. Je ziet het bloedbeeld veranderen samen met het langzamerhand verdwijnen van de symptomen. Dus je moet wel vaker langskomen. Zeg maar, het zijn hoeveel sessies, hoe noem je dat? Afhankelijk van de kwaal. Laat ik mensen na 6 weken tot 2 maanden weer terugkomen. Mm-hmm. En dan gaat het helemaal goed, dan naar behoefte of 1 keer in het jaar om te checken. En dan moet je dat dieet blijven volgen? Of hoe gaat dat precies dan? Een dieet is niet iets van een soort van straf. Dit moet en dat mag niet. Mm-hmm. Ik raad mensen aan om ermee te experimenteren, om ermee te spelen. Mm-hmm. Wil je het goed leren kennen, doe het 1 week of 6 aardig streng. Ja. Een beetje fanatiek. En daarna, dan is je lichaam zeg maar een heleboel afvalstoffen kwijt, heeft geleerd hoe het aanvoelt om beter in balans te zijn, en dan kun je gaan experimenteren. Ja. En je gaat dan ook beter opletten wat het effect is van voeding. Het effect van voeding is niet à la minuut. Nee. Je eet iets. Ik denk wel dat het wel lastig is, want ik bedoel, heel veel mensen in mijn omgeving ook dieet en dan. Het klinkt heel lekker en weet ik allemaal. Maar als je er eenmaal aan begint, dan is het zo moeilijk om het af te maken. Ja. En dat lijkt me toch wel heel lastig. Hoe slechter iets is, hoe sneller je het merkt. Ja. Eet een stuk bedorven vis en je weet het 10 minuten later. En dan hang je boven de wc-pot om alles weer eruit te gooien. Ja. Eet iets goeds en je merkt niks bijzonders. Nee, dat is het ja. Maar doe je dat 1 week of 6? Ja. Dan merk je wel. Je discipline hebben, denk ik. Of valt het met de meeste mensen mee? Heeft u wel eens afvallers? Ik heb wel mensen die zeg maar na een tijdje laten verwateren. Het is ook niet voor iedereen mogelijk om fanatiek te zijn met een dieet. Ik zeg ook altijd, doe wat je kunt doen. Mm-hmm. En wat je niet kunt doen, geniet ervan. Ja. Iemand die als vertegenwoordiger 6 dagen in de week op pad is en zijn hapje eten bij meneer McDonald's haalt. Piep. Ja. Sorry. Maar, of consorten. Ja. Uit de muur trekt, laat ik het zo zeggen. Die kun je wel een dieet voorschrijven, maar daar komt weinig van terecht. Ja. Maar zelfs in die situatie, zelfs zo iemand kan bijvoorbeeld die 2 klontjes suiker in zijn koffie
achterwege laten. Ja. Die kan in plaats van 14 bakken koffie terugschakelen naar 5. Ja. Nou, dan heeft hij 60% zo wat minder koffie. Is koffie zo slecht? Niet voor iedereen. Hmm. Voor mensen met een bloedgroep A bijvoorbeeld staat koffie als heilzaam te boek. Gelukkig. Dat wil niet zeggen dat 14 bakken koffie gezond zijn voor een mens. Nee. Want koffie is een diureticum. Dat wil zeggen, je verliest er vocht door. En als je veel koffie drinkt, verlies veel je veel vocht. Veel water drinken erbij. Nou, als je 6 bakken koffie drinkt, dan zal je bovenop die 8 glazen water die je standaard en normaal zou moeten drinken, zal je nog eens 6 glazen moeten drinken. Dat betekent 14 glazen water op een dag. Dat is meer dan een liter in ieder geval al. Het is meer, het is rond de 3 liter. Ja, want je moet per dag geloof ik 2 liter water drinken of iets. Hè? Dat is 2 liter minimaal. Water en of kruidentheeën, milde kruidentheeën die niet te veel laten afwateren. En of een kopje bouillon, soep. En dat is allemaal water, dat is allemaal vocht. Mm-hmm. Maar limonade, frisdrank met grote hoeveelheden suikers, dat valt niet onder het hoofdstuk drinken. Nee. Melk, een glas melk valt niet onder het hoofdstuk drinken. Is melk nou slecht? Dat vraag ik me echt af. Voor veel mensen wel. Oh, dat hangt er ook even vanaf natuurlijk. Ja. Ja. En dat heeft ook te maken met de huidige productiemethodes van melk. Giftige grassen of zo. Dat heb je ook wel eens gehoord, dat koeien giftig eten. En daardoor melk minder van kwaliteit is. En dat je dat dan ook weer binnenkrijgt. Dat je daar ook wel heel ziek van kan worden of zo. Maar ik vind dat een beetje overdreven. In de hele natuur, ja, is er geen enkel wezen wat in zijn volwassenheid lacteert bij een ander wezen van een andere soort. Wat ze lacteert? Melk drinken. Oh. Ja, ja, als je je zou voorstellen dat die zakenman die een glas melk wegdrinkt in zijn 3-delig maatkostuum. Mm-hmm. Wat hij eigenlijk doet, is onder de koe gaan liggen die in de wei staat. Ja. Zie je het hem doen? Als je de melkfabriek wegdenkt, gaat hij en dan stopt hij zijn Mercedes eventjes, klimt over het hek bij de boer, gaat onder die koe liggen drinken. Nou, ik hoop het niet. Heeft u wel eens verse melk gezien? Dat komt niet, ziet er niet uit als het de fabriek uitkomt. Verse melk. Uit het pak, dagverse melk is minstens 6-7 dagen oud. Ja. Meestal nog verse melk vind ik helemaal niet lekker. Er zit een hele dikke laag op en allemaal vieze dingen erin. Ruikt naar stal, ja. Zou ik ook niemand aanbevelen, want er kunnen parasieten in zitten. Oh ja. Het moet eerst behandeld worden. Ja. Ja. Nou, ik heb nog wel een vraagje, want dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Wat u vertelde over hoe u tot dit beroep gekomen bent. Dat vond ik wel net een film. Ik ben vroeger chemisch analist geweest. En ik heb in meerdere laboratoria gewerkt. Eén daarvan was van een kabelfabriek, een bekende kabelfabriek. En daar deed ik onderzoek naar de kwaliteiten van plastic. Mm-hmm. Of nieuwe soorten plastic ontwerpen die aan hele specifieke eisen moesten voldoen. En bijvoorbeeld kunnen buigen bij min 80 graden. Een vrachtwagen die in Siberië dienst doet. Die moet ook elektriciteitsdraadjes hebben, maar ze gerepareerd moeten worden, om te kunnen werken. Dat deed ik met heel veel plezier. Ik vond het heel interessant om met die chemische stofjes bepaalde eigenschappen te kunnen creëren in de materie. Mm-hmm. Daarna heb ik nog gewerkt in de oppervlaktetechnologie in een laboratorium, waar ik werkte aan de eigenschappen van verfstoffen. Een hele specifieke verfsoorten. Een verf wat kan hechten op nat beton, mm-hmm, wat onder druk staat, van vocht. Dat soort dingen vond ik hele mooie, interessante problemen. Bij die laatste bezigheid heb ik een vergiftiging opgelopen door oplosmiddelen. Want verf, dat is allerlei vaste stoffen die opgelost zitten. Mm-hmm. En toen ben ik behoorlijk ziek geweest. Ik had hele zware hoofdpijnen. Ik heb allerlei artsen en specialisten gezien. Niemand durfde een verband te leggen met mijn werk. Ook niet onderzoek ernaar doen. Pas jaren later is het aangetoond dat mensen die met verf werken een verhoogde kans op bepaalde ziekten hebben. Ja, want toen geloofde ze u niet, hè? Nee. Nee. Ik heb toen zelf de knoop doorgehakt. Ik ben een jaar weg geweest. Op een eiland in Kenia gewoond. Eiland Lamu. En na een half jaar had ik geen hoofdpijn meer en dat is zo gebleven.
Na die tijd ben ik weer teruggekomen en ik heb me in de loop der jaren heel intensief bezig gehouden met de Indiase gezondheidsleer, de Ayurveda. Mijn leraar, die helaas niet meer in zijn lichaam is, Harish Johari, heel veelzijdig mens, die heeft me van die Ayurveda niet alleen de theoretische kanten geleerd, maar ook het praktisch toepassen daarvan in de vorm van voeding, koken, de India's vegetarische keuken. Daar heb ik heel veel mee gewerkt en veel les gegeven in het koken. Mm-hmm. Ook veel les in de theorie en de praktisch toepassen van de theorie van de chakras, de energie in het lichaam, mm-hmm. energiecentra. Het gebruik van edelstenen in verband met gezondheid, astrologie, numerologie. Wat is numerologie precies? Numerologie is te beschouwen als een vorm van astrologie, maar wat eenvoudiger gemaakt, wat directer gemaakt. Die geboortedatum, mm-hmm. De nummers van de geboortedatum, corresponderen met planeten. Mm-hmm. En corresponderen weer met bepaalde energie. Oh ja, ja, ja. Het is een geweldig hulpmiddel om inzicht te krijgen in karakters, in aanleg voor bepaalde kwalen, bepaalde mm-hmm. problemen in het lichaam. Inzicht in bepaalde perioden in een mensenleven. Mm-hmm. En al die dingen bij elkaar die ik in de loop der jaren heb toegepast en eigen gemaakt heb en les in heb gegeven, die komen nu bij elkaar in mijn methode van advies geven, diagnosticeren. Mm-hmm. Gebruikt u eigenlijk zelf iets van voedingssupplementen of een dieet? Ik ben een van mijn beste klanten. Ja. Ik gebruik dagelijks, en het is volkomen in de lijn van de grote onderzoeker van vitamine C, bijvoorbeeld Linus Pauling. Zo'n 12.000 tot 18.000 milligram vitamine C. Per? Dag. Maar is het niet zo als je te veel daarvan eet of drinkt, dan wordt het toch gewoon weer afgevoerd door je lichaam? Wat is te veel? Ja, dat weet ik ook niet. Bij vitamine en mineralen is de vraag wat is te veel niet onderzocht mm-hmm. door de reguliere geneeskunde. Met uitzondering van een paar dingen, dat zijn de vetoplosbare vitaminen zoals A, ja. E en D. Die zijn enigszins onderzocht, maar niet in therapeutische zin. Nee. In de additieve geneeskunde of de alternatieve geneeskunde, zo je wil, de ortomoleculaire geneeskunde, is er wel degelijk veel onderzoek gedaan naar het werken met hoge doseringen. Mm-hmm. Om bepaalde effecten te bereiken, wordt gewerkt met vitamine en mineralen, maar niet om tekorten aan te vullen. Mm-hmm. Maar speciaal om bepaalde effecten in de stofwisseling teweeg te brengen. Ja. En dus als je het hebt over B-vitaminen, wordt er gewerkt met doseringen. Bijvoorbeeld het B12. Daar heb je volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid maar een paar microgram van per dag nodig. Ja, B12, dat zegt mij als leek niks. Ik bedoel, waar moet dat nou uithalen? Sorry. Het is een vitamine die verband houdt met de aanmaak van bloed. Oh, ja. En oudere mensen, en ook vooral mensen met de bloedgroep A, die kunnen op latere leeftijd en bij bepaalde kwalen in verband met de maag en het maagzuur, ja. Die B-vitamine, die B12, niet goed opnemen. Oh, ja. En vooral mensen die op een vegetarisch dieet zijn, kunnen moeite hebben om die voldoende vitamine B12 te krijgen, waardoor hun bloedaanmaak wat verstoord kan raken. Mm-hmm. Wat zijn daarvan de kenmerken? Zwakjes, bloedarmoedig. Niet gauw repareren van beschadigingen, ja. Weinig stressbestendheid en dergelijke. Dus een algemene zwakte, ja. Zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. En als ik nou om een bepaald effect te bereiken, moet je vrij hoge doseringen van die B12 geven. Ja. Vooral bij mensen die het niet goed opnemen.
Dan moet je echt met gigadosering of megadoseringen werken. En dat ziet u in het bloed? Die tekorten, die kun je opsporen, ja. 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 En die zou de dokter ook wel kunnen opsporen, hoor. En dat wordt ook wel gedaan, maar alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn. Ja. En, bijvoorbeeld een koortslip en heb je ook vitamine tekort of zo. Dat soort belangrijke... Nou, bedoelt u het zo? Of kunnen ze het ook echt in het bloed zien? Ze kunnen chemisch onderzoeken of het voldoende is. Maar wat voldoende is voor de norm, kan voor een individueel geval onvoldoende zijn. Ja. Ja. En die koortslip die je net noemde, is een virale infectie. Ja. Het is een virus die zich terugtrekt. Het is gewoon het pokkenvirus trouwens, hoor. Ja, hoor ik. Die zich terugtrekt in de zenuwuiteinden, in de zenuwbanen. En die daar rustig blijft zitten. Totdat je weerstand verlaagt, toch? Precies. En dan, totdat je onder stevige stress komt, onder andere door zonlicht. Ja. Ja, het liggen in de zon is een enorme stress voor je lichaam. Ja. Oh, je ziet geen enkel natuurvolk voor zijn plezier in de zon zitten. Ze zouden wel gek zijn. Ja. Nee, ik dacht je daar hartstikke vitamine uit kreeg. En als je te weinig in de zon kwam, dat je dan depressief werd. En dan weet ik veel allemaal. Ja. Onzin. Oh. Puur onzin. Dat is een verhaal wat is ontstaan als een soort tegenhanger. Vroeger werden kinderen hier ingeswachteld. Mm-hmm. In de tijd van de bakers. Bakerpraatje. In de tijd van de bakers werden kinderen ingeswachteld. Waardoor ze geen zon kregen. Oh. En een belangrijk statussymbool was als je zo blank mogelijk was. Ja. Want dan hoorde je bij... Werken. Precies, je behoorde dan bij een volk wat niet handwerk in de buitenlucht hoefde te doen. Ja. En in die tijd leden mensen ook aan een probleem van tekort aan de D-vitamines. Die D-vitamines die werden wel naar binnen gewerkt, maar ze werden niet geactiveerd door zonlicht op de huid. Mm-hmm. Maar voor die activatie hoef je ongeveer 20 minuten een oppervlak van zo'n 10 vierkante centimeter aan de zon bloot te stellen. Oh. Gedurende een half uur en je hebt voldoende. Ja, als je al dus een verhaal van in de zon moeten liggen is volslagen onzin. Oh, nou, dat wist ik echt niet. Het is een groot risicofactor en dat wordt het steeds meer met beschadigingen in de ozonlaag. Mm-hmm. Als die ozonlaag ons niet meer beschermt, voldoende beschermt tegen ultraviolette straling, ook die ultraviolette vormen die dieper in de huid doordringen, krijg je beschadigingen van cellen daarbinnen. En kanker en zo. Ja. Ja. En niet per se huidkanker. Oh. Het kan ook andere cellen beschadigen. En het verhoogt het risico van kanker. Mm-hmm. En niet alleen huidkanker. Oh, wat voor andere ziektes zijn er bijvoorbeeld die het kanker veroorzaken? Dingen die veroorzaakt worden door in de zon zijn bijvoorbeeld uitdroging. Oh, ja. Je verliest zoveel vocht dat je nieren een behoorlijke oplawaai krijgen. En je weet zelf, na een dagje strand kun je behoorlijk uitgekakt voelen. Ja. En heb je niks inspannends gedaan? Je hebt alleen maar op je rug gelegen. Ja. En wat drinken? IJsjes eten. Frisdrank drinken. Vooral geen water drinken, want het staat niet. Het staat niet stoer. Nou, tegenwoordig is een fles water 10 piek, dus dan staat het wel chic, hoor. Nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, dat klopt wel. En dan ben je totaal uitgeblust. Ja. Oh, lekker dacht je. Oh, voel me wel goed, zeg, van het zon. Ja. Nonsens. Helemaal strak getrokken. Je ziet in warmere landen, zie je die mensen, vooral de oudere vrouwtjes, zie je helemaal in zwart weggestopt. Ja. Het is om ze te beschermen tegen die instraling. Ja. En er zijn heel veel meer van dat soort stressfactoren waar we dagelijks aan blootstaan. Een mens is eigenlijk van nature nog niet helemaal aangepast aan het worden van 80 jaar en meer. Nee. He, nog geen 100 jaar, 150 jaar geleden werden we de helft. 50... Nee. 45, dan was je oud. Ja, ja. Met 50 werd je geacht om zo langzamerhand toch een beetje kassiewijde te gaan. Een beetje plat te gaan. Tegenwoordig worden we makkelijk 80 en meer. Mm-hmm. Hè, als we het verkeer overleven. En zo. Wij worden waarschijnlijk nog ouder. Ze worden nu al 80. Dus. Ik wil de bijdrage van de officiële medische geneeskunde en de algemene hygiëne niet onder stoelen of banken schuiven, hoor. Dat heeft er een heleboel mee te maken. Ja. Het gebruik van geneesmiddelen die levens redden
is een belangrijke factor in dat geheel. Mm-hmm. Het feit dat we, voor ons dagelijks brood niet meer vreselijk hoeven te vechten en achter sabeltandtijgers aan hoeven te rennen, is ook een belangrijke factor. Ja. Maar we hebben andere vormen van stress, mm-hmm, die niet direct opvallen. Televisie kijken is een behoorlijke stressfactor. Voor iemand die emotioneel gevoelig is, mm-hmm, kan het kijken naar het journaal of, ja, of andere beelden, waarbij je de ene gruwelijke toestand, ja, na de andere in geur en kleur over je beeldscherm lekker ziet. Lekker plastisch vlek. Ja. Dat is belastend. Ja. Als je ziet wat voor ellende mensen meemaken na zo'n vuurwerkramp, mm-hmm, nou, dat is... Het is een enorme emotionele stress. Je leeft mee. Ja. Hè, en in dat meeleven belast je ook, hè, bepaalde organen in je lichaam. Mm-hmm. Hè, de schrik, het verdriet wat je meebeleeft. Hè, dat heeft invloed op je hormonale regulatie. Dat heeft invloed op de manier waarop je lichaam vitamine en mineralen verbruikt. Ja. Waardoor de hoeveelheid... stoffen die je eigenlijk nodig hebt om te functioneren, om te voldoen aan de behoeften, een stuk hoger ligt dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid, ja, voor de gemiddelde mens. Die niet bestaat. Precies. Ja. Hè, er komen ook steeds meer stemmen, ook uit de reguliere geneeskunde, wordt bekend dat het gebruik van extra foliumzuur bij zwangere vrouwen de kans op kinderen met geboortedefecten aanzienlijk verlaagd. Mm-hmm. Het wordt nu zelfs voorgeschreven. Ja. Ja, een beetje foliumzuur. Naar mijn idee nog steeds een beetje te weinig, maar het wordt gedaan. Ja. He, bij hart- en vaatziekten wordt ook foliumzuur voorgeschreven. He, mensen op de oude dag. He, voordat opa geopereerd kan worden in het ziekenhuis, krijgt hij vaak intraveneus vitamine en mineralen toegediend. Mm-hmm. Om de komende operatie beter te kunnen doorstaan. Ja, dus het is gewoon eigenlijk gewoon van uiterst belang dat mensen gewoon goed opletten op wat de verhouding is in hun lichaam voor hun persoon zelf. Zeg maar, ze kunnen niet op andere mensen afgaan. Bijvoorbeeld, je leest een blaadje en er staat in van dit is een goede dagelijkse hoeveelheid. Als u dit eet, dan is het genoeg. Daar. Eigenlijk moet je dat gewoon als individu voor jezelf uitzoeken, volgens u of niet? Ja. Het is goed om je er intensiever mee bezig te houden. Mm-hmm. En ook om kritisch te zijn met wat door die mond naar binnen gaat. Ja. We zijn zo onkritisch geworden met wat we naar binnen gooien. Mm-hmm. En voeding is een ontzettend belangrijk aspect waarmee je je gezondheid in de hand kunt houden. Ja. En de belangrijkheid van de dingen in ons leven, mm-hmm, zijn eigenlijk in dezelfde volgorde waarmee we ze voor het eerst deden. Wat is het eerste wat je deed toen je geboren werd? Melk. Nee. Oh nee, dan zit je natuurlijk in... Na je geboorte. Na je geboorte. Ja, wat is het eerste wat je deed? Huilen. Voordat je kon huilen? Weet ik niet. Hoe kun je huilen als je nog geen adem hebt gehaald? Krijg je een tik op je kont. Het welkomstgeschenk van de gemiddelde mens. Staat klap op pats. Je kont. Nou, het eerste wat je doet is ademen. Ja. En dat houdt je ook vol, mm-hmm, tot aan het einde. Dat is ook het laatste wat je, ja, doet. Dus dat ademen is nummer 1 in verband met gezondheid. Uh-huh. Het tweede wat je gedaan hebt, als alles goed is gegaan. Weet je dat? Nee. Nee? Maar je was er toen niet bij natuurlijk. Nee. Het volgende wat je deed was ontlasting en urinelozen. Nee. Ja. Ja. Als je wel eens een bevalling gezien hebt, is het eerste wat eruit komt bij zo'n baby, is een zwarte pekachtige stof die in die darmen zit. Ja. Ja, want het kind eet via de navelstreng, oh, en heeft een spijsvertering en loost afvalstoffen in die darm. Mm-hmm. En die moeten er eerst uit. In de Ayurveda, in de Indiase traditie, krijgt een kind geen voeding voordat die rommel eruit is. Mm-hmm. En de eerste moedermelk, ik weet niet of je dat kent van de koe, de biest, mm-hmm,
is niet echt melk. Is van een dikke, romige spul. En bij de vrouw het colostrum. En dat is een beetje waterig spulletje wat er dan uitkomt. Mm-hmm. Dat prikkelt die darm enorm. Er zitten nog geen voedende stoffen in. Het is om die darm te prikkelen, alles eruit te gooien, schoon te maken, voordat er gegeten wordt. Dus eliminatie van afvalstoffen is na ademen belangrijk. En daarna komt pas eten. Oh. Eten staat op de derde plaats van belangrijkheid in het leven. Ja? En dat zie je ook in de dagelijkse levenspraktijk bij traditionele Hindoes die de Ayurveda toepassen. Eerst ontlasting, eerst afvalstoffen eruit, dan eten als je volwassen bent. In de kindertijd is het eerst eten, dan op de pot. Ja. Als je volwassen bent, eerst afvalstoffen eruit, dan pas eten. We leren in deze cultuur niks over ademen, over ontlasting en plassen. Mm-hmm. Heeft iemand jou iets erover geleerd? Nee. Op je hele schoolcarrière? Nee, ik zie het er niet. Heeft iemand je iets over ademen geleerd? Ik ben een plasklas. Ja, plasklas. Maar er is zoveel te weten over die simpele dagelijkse dingen die we doen. Want we doen het dagelijks. Mm-hmm. En ze zijn zo belangrijk. En juist omdat we ze dagelijks doen, hebben ze een grote invloed op ons leven. Maar in deze cultuur wordt er geen aandacht aan besteed. Nee, dat klopt. Je krijgt erg weinig zelf professionals als artsen die weten niks over voeding, over eten. En dat is een manco. Mm-hmm. En ze zouden veel meer zich bezig moeten houden met wat mensen dagelijks doen. Ja. En hoe je ziekte kunt voorkomen. Mijn grootmoeder die zei, jongen, de ziekte die het allerbeste te genezen is, is de ziekte die je nooit krijgt. Mm-hmm. Dus voorkomen is beter dan genezen. Ja. Ik denk dat een heel belangrijk stuk, wat een braakliggend terrein is in de reguliere gezondheidszorg, is preventieve geneeskunde. Het voorkomen van ziekte. Ik denk toch dat er heel veel mensen lui in zijn. Juist omdat ze niks hebben, hebben ze iets van, nou, waarom zou ik daar dan aandacht aan schenken? Omdat ze het belang er niet van weten. En het is een onderdeel van je opvoeding, van het ministerie van educatie. Mm-hmm. Hè? De mensen die scholen inrichten. En die mensen die het leerplanontwikkeling doen. Mm-hmm. Om het belang ervan in te zien dat die dagelijkse activiteiten aan de basis staan van gedrag. Ja. Men zeurt nou over hoe noem je dat? Geweld? Hoe noemen we dat? We hebben een prachtig woord ervoor. Voor geweld? Ongewenst geweld, hoe noem je dat nou? Een prachtige term ervoor. Wat is het ook alweer? Zinloos geweld. Zinloos geweld, ja. Zinloos geweld. Tjonge, jongen, wat een mooie term. Mm-hmm. De manier waarop baby's geboren werden en nu nog vaak worden, mm-hmm. is gewelddadig. Hoezo? Om een kindje wat maanden zo in een heel veilige omgeving heeft gezeten, omringd door vocht, om die met een gehandschoende hand in fel TL-licht eruit te trekken en een klap op zijn kont te geven, is geweldpleging. Ja, maar ja, anders stikt hij. Hoe zou u het dan willen doen? Hij heeft nog niet geademd. Nee, maar dat moet toch snel als hij eruit is? Hij is nog verbonden aan de navelstreng en krijgt alle eten, alles wat hij nodig heeft. Ja, maar straks zit hij om zijn nekje of zo. Waarom? Nou, dat kan toch? Hij hoeft toch niet te... Hoe zou u doen dan bijvoorbeeld? Mijn kinderen zijn geboren, die zijn na de geboorte op de buik gelegd, op de buik van de moeder gelegd, door mijn eigen handen. Waarom zou je een kind een klap op zijn kont moeten geven? Hij hoeft niet te ademen nog. Mm-hmm. Wordt nog volledig gevoed, zolang die navelstreng nog klopt. Krijgt het alles wat het nodig heeft. Dus zo gauw je dat ding eraf knipt, dan is het urgent. Dan moeten ze eigenlijk gelijk Je moet dat ding er niet afknippen. Waarom moet je direct af... Er is toch geen haast bij? Nee. Een geboorte wordt behandeld als een auto-ongeluk waarbij het kind met de kop tussen de deur is komen te zitten. Tjok, 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 tjok. Nee! Nonsens, is niet nodig. Mm-hmm. Het kan in rustig licht, zonder fel. Dat kind heeft nog geen licht op het netvlies gehad. Het is pijnlijk. Ja. Ja, het is alsof ik het voor jou helemaal donker maak, een dag lang. En ik zet daarna zo'n televisielamp. En een klap voor mijn kont. Op je hoofd. En een klap voor je kont. Ja. Dus het is gewoon een pijnlijke ervaring. Ja. Een geboorte hoeft geen pijnlijke ervaring te zijn. Mm-hmm. Het is al ellendig genoeg dat je uit die baarmoeder vandaan moet komen. Ja, ik wou ook niet hoor. Ik ben met zo'n plopper eruit gehaald. Ook dat nog.
weet ik nog steeds. Ik kan er nog steeds om huilen. Ja, ik heb een heel groot hoofd. Het is wel goed weggetrokken. Maar de manier waarop dergelijke dingen gebeuren, zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid later. Mm-hmm. Want als je met geweld geboren wordt, en je wordt ook met geweld behandeld vaak, veel kinderen worden met geweld behandeld, mm-hmm. misschien niet met opzet. Nee. Vaak uit onwetendheid. Dat je op spelender wijze en een speelse wijze kinderen ook van alles kan leren. Mm-hmm. Het zijn net aapjes, je hoeft het ze maar goed voor te doen. Maar je kunt niet verwachten dat als je iets doet, je het kind kunt verbieden om te doen. Want die aapt je na, die doet je na. Mm-hmm. Dus als je een kind wil opvoeden, moet je het voordoen. Ja. En dat wordt vaak vergeten. Al die dingen zijn belangrijke aspecten in verband met gezondheid. Ja. In mijn consulten, in mijn adviezen, hou ik daar ook rekening mee. Vaak komen de mensen hun kinderen aan bod. Ja. Vaak nemen mensen ook hun kinderen mee. Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk af. Wat voor soort mensen komen er bij u in de praktijk? Alle mogelijke mensen. Echt. Hele, hele brede. Van mensen met baby's tot bejaarden. Ja. En soms de kinderen van bejaarden die vragen hebben over die bejaarden. En ook daar is het belangrijk om adviezen te geven. Als iemand zijn huissituatie heel stressvol is, mm-hmm. beïnvloedt zijn gezondheid ook. Ja. Als ik met iemand in consult ben en ik hoor van mijn kind heeft dit of dat, dan is het onderdeel van mijn advies om iets zinnigs mee te geven of een advies mee te geven met betrekking tot het welzijn van het familielid. Ja. Dat is ook een belangrijke stressfactor. Ja. Zo, ik neem daarom veel tijd voor een consult. Ik ben 3 kwartier en soms wel langer bezig met een consult. Ja, dat is ook iets wat ik me afvroeg eigenlijk. Hoeveel kost het? De kosten bij een eerste consult zijn tot nu toe 92 gulden. Mm-hmm. Vervolgconsulten zijn 70 gulden. Ja. De kans dat het een beetje omhoog moet, dat zit er wel in. Ja. Maar tot nu toe hou ik het op die prijs. En hoe vaak is dan de bedoeling dat je langskomt? Afhankelijk van de problemen, de kwalen van de mensen. Tussen de 1 maand en de 2 maanden. Mm-hmm. En na het eerste consult nog een keer. Ja. En naarmate het beter gaat, wordt de frequentie minder. 3 maanden, 6 maanden. Ja. Oh, ja. En dan naar behoefte, als mensen nog behoefte hebben daaraan. Mm-hmm. Want in een consult geef ik ze ook informatie mee die ze zelf kunnen toepassen. Zodat ja, ze, ja. Het is niet de bedoeling dat ze me nodig blijven hebben. Nee, precies. Ja, want ze dan is het zelf natuurlijk kunnen. Ja, ja, ja. Oké, okay. Nou, ik, in verband met de tijd moeten we er een eind aan breien. Ik vind het heel interessant. Ja. En nou, misschien wilt u nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja, de informatie over, bloedgroepen en voeding, daar zijn een paar goede boeken over verschenen. Een van de boeken is van die Pieter D'Adamo, heb ik net al genoemd, Amerikaan, is vertaald, is in het Nederlands uitgegeven. Er is een praktisch boekje verschenen aan de hand van Dr. Karel Hofman van het Medisch Centrum Walborg. Wat een beetje meer op de Nederlandse voedingssituatie is ingesteld. Mm-hmm. Die boekjes die bevatten heel veel goede informatie die het toepassen van het bloedgroepdieet makkelijk maken. Waardoor ze het kunnen doen. Ja. Dus dat is iets waar iedereen eigenlijk mee beginnen kan. En als je zo'n bloedgroep niet weet, kan dat bepaald worden. Als de dokter dat niet wil of kan doen, kan dat bij mij gebeuren. Mm-hmm. Ik heb daar de apparatuur voor in huis. Lezingen. Ik ga binnenkort, de 23e van deze maand, geef ik een workshop lezing over het bloedgroepdieet en het praktisch toepassen daarvan. En waar is dat? Dat wordt in het DOC op 23 september, het Dove Ontmoetingscentrum. Oh ja, Stadhouderskade. Stadhouderskade, ja. En ja, goed, eventueel consulten en persoonlijke dingen. Mensen die persoonlijke vragen of problemen hebben. Dus kijkers die nu kijken en die zich aangesproken voelen, die kunnen u zo meteen op het nummer wat in beeld wordt gebracht, kunnen ze u contact met u opnemen. Juist. Ja. Nou, heel erg bedankt. Tot je